Maar al met al lag vanochtend het eerste nieuws van deze transferperiode. Ja, dat klopt. We hebben Opta weer terugverkocht naar zijn voormalig club FC Tokio. En daarbij is in ieder geval voor hem een mooie wens in vervulling gegaan. Dus wat dat betreft is het heel fijn voor hem. En voor Vitesse? Ja, nee, goed, anders laat je hem in principe niet gaan. Hè. Dus wat dat betreft door redelijk wat aanpassingen, althans wat moeilijkheden in onze manier van spelen, om zich daaraan aan te passen. Uiteraard ook natuurlijk heb je te maken met de taal, wat ook een hele belangrijke factor is om je aan te kunnen passen. Dus er waren hier en daar wat hobbels op de weg, maar hoefde voor ons niet te vertrekken. Nou, op een gegeven moment kwam dit op ons pad of op zijn pad en hebben wij besloten om mee te werken. En heb je er uiteindelijk nog iets moois aan over kunnen houden? Ja, maar dat is altijd absoluut een voorwaarde. Zakelijk gezien moet Vitesse er altijd beter uitkomen dan de bedoeling is. Dus je kunt zeggen dat hij met winst weer verkocht is? Laat ik vooropstellen is dat we ons gewoon heel erg blij zijn met datgene wat we gerealiseerd hebben. Ja, maar ik ben vooral blij voor de mens, Otta. En daarnaast, dat creëert ook weer wat financiële ruimte. Jullie zijn al een tijdje bezig met Büttner. Hoe staat dat er nu voor? Ja, het is een proces, hè, wat toch al wel redelijk wat dagen aan de gang is. Eigenlijk al iets eerder. Ja, het is heen en weer praten met elkaar, proberen eruit te komen. We hebben toch hele strenge en strikte financiële kaders waar we ons moeten houden. We hebben de afgelopen jaren behoorlijk veel aandacht besteed om een salarishuishouding op orde te krijgen. Goed, en daar moet het verhaal Alexander Büttner natuurlijk ook in passen. Het is nou uiteraard geen geheim, is dat we heel graag willen dat hij weer terugkeert naar zijn oude club Vitesse. Maar goed, het is nog niet zeker. We zijn druk met elkaar op weg. Sprak zijn zaakwaarnemer vanmorgen. Hij zei, is kwestie van vandaag of morgen. Ja, maar misschien moeten we dat ook een beetje nuanceren natuurlijk. Hè. Ik bedoel, het kan over een paar uurtjes plaatsvinden, maar morgen of overmorgen of over 3 dagen of wellicht helemaal niet. Dus we zijn in ieder geval goed met elkaar in gesprek en dat is altijd het belangrijkste. Maar het is wel een wens van Vitesse om hem vast te leggen, hè? Het is absoluut een wens om hem vast te leggen. Kijk, op dit moment in onze huidige selectie hebben we nog Kruiswijk en Lassane Faye die op die positie uit de voeten kunnen. Maar goed, het is natuurlijk wel een wens om Alexander weer terug te laten keren naar zijn oude club. Tot slot, is dat de enige positie waar je op dit moment op richt? Ja, dat is de enige positie waar we ons op richten. We hebben gewoon wat dat betreft een goede selectie staan. En ik ben nooit zo'n groot voorstander van vele mutaties in de winterstop. Soms word je daar toe gedwongen of zul je wel moeten. Maar wij willen het heel graag met de jongens doen die er op dit moment op het veld staan.